Dames en heren, we gaan naar de laatste zaak. De keus. Er is een vloek in de stad. En de code voor deze keer is voormalig Tweede Kamervoorzitter. Ja, maar dan met een Y. Maar dan met een Y. En of, Marjolein. Of? Altijd rare yoga-billen. Weer billen? Altijd billen. Rare yoga-billen. Goed. Ja. Ja, weer billen. Ook toen moesten ze... Ariep? Ariep, ja. Ariep. Ik doe niet aan politici. Ik mag mijn game weer opnieuw opstarten. Lekker kind. Lekker. Over het algemeen vind ik billen wel leuk. Ja? Oké, Corné. Over het algemeen, hè? Ik zeg niet dat ik alle billen leuk vind. Nee, precies. We gaan niet genereren. Zeg maar, die van mijzelf heb ik nog nooit gezien. Die van jezelf heb je nog nooit gezien. Nee, want mijn ogen zitten aan de voorkant en mijn billen zitten aan de achterkant. Oh! Je kan toch je nek 180 graden draaien? Nee, ik ben geen L. Ik kan het wel hoor. Ik ben een L. Ik ben een L. Zeg maar, ik breek dan wel af en toe even een spiertje in mijn nek. Something knows why a room does not exist. Er zit iedereen die enkel blessures krijgt van zitten. Oh, nee, ja. Enkel blessures van alleen maar zitten. Ja, dat heb ik. Ik zie ook nu pas dat de achternaam van Kim in spel Vega is. Vega? Jezebel Vega. Ja. Ik ben geen veganistisch hoor. Ik ben geen veganistisch. Lekker hoor. Aandacht. Je bent van vlees. Ik ben van vlees. Ja, ik ben van vlees. Nou, zullen we dan maar? Ja. Ja. Iemand is ben niet van. Ready. Sorry. Ik ben ready. Ik was de ingrediënten van de mayonaise aan het lezen. Daar gaan we. Er is een vloek in de stad. Je hoeft dit spel niet eigenlijk niet eens met je keyboard te spelen. Ik zit gewoon lekker achteruit. Ik loop met WSAD. Ja, dat doe ik ook af en toe. Maar je hoeft het niet per se te doen. Ik loop ook omdat ik niet de hele tijd wil klikken. Slijtage aan mijn muis. Wat ik wil. Ja, ik heb ook zo'n gevoel dat mijn muis het een van deze dagen je moet overleven. Je weer die slager, hè? Ja. Er staat nog steeds hetzelfde stuk vleestaak. Ja, arme vraag. Slaat ook de hele tijd mis. Hey, a woman as mayor. Is dat nieuw? Ja, mayor Natalie, wel door. Die vrouw. Natalie, die vrouw! Ja. Nu gaat het vrouw wel door. We moeten haar verwelkomen in de stad. Mayor Natalie. Nou. Krijgen we even een postje? Natalie has a new job cut out for her. She wants to make some changes and she wants you to help. Mm-hmm. Jij mogen we nu eindelijk mensen gaan vermoorden? Nee, Corné. Een badge. Hou je rustig. Ik heb een geweer. Ja, maar het geweer is om mensen te intimideren. Imiteren. Imiteren. Hallo, ik ben Natalie. Speak to the new mayor is the objective. Dat wordt al gedaan. Verkoopt zaken. Nou, wat wil je? Find the combination for the safe. Ik heb toch een lockpick? Ja, geef me 11 uur. Hey, het portret is geschilderd door XIV. Staat jij weet wat dit betekent. Ja, 14. Nee, dus dit hier. Hier. Venni, Vinci, Vindi, Venni, Di, Vinni, Venni. Venni, Vidi, Vici. Dat is wat Julius Caesar zei na de eerste overwinningen in de oude Romeinen. Hoe weet jij dit? Maar ik moet even... Ik zie 6 praatschermen door elkaar. Ja, ik ook. Have you figured out a combination? Ja. A set of blocks. Are they a sword that can help open the safe? Jazeker. Een veni, vici, vidi. Veni, vidi, veni. Veni betekent ik kwam. Vici betekent ik overwon. En dan vidi, ik zag. Oh, dat komt me wel bekend voor. I came, I conquered, I saw, I came, I saw, I came. Ik kwam, ik zag, ik kwam. Ja, de banker vertaalt het, zeg maar heel de code. Maar het is dus, ik kom, ik
Ik kwam. Overwon. Ik kwam. Ik overwon. Ik zag. Ik kwam. Ik zag. Zag. Ik kwam. Dus vier kwam. Nummers moeten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat? Sounds like a code. But could it be a hint? Oh! Gaat het gebeuren dat er dan eindelijk in een game de Caesarian code gebruikt gaat worden? De wat? Een klassieke manier van het coderen van boodschappen is de Caesarian code. Ja. En dat betekent dat de letters van het alfabet, die worden verschoven. Dus dan is bijvoorbeeld, de A is de B, de C is de D. Dus als je dan bijvoorbeeld Kim zou zeggen, dan zou je opschrijven L... J-O. Gewoon een letter opschuiven, zeg maar. Dat zou dan Kim zijn. Oh, wel leuk. Perhaps he left another clue here in the office. Dan heb je een schilderij. Schilderij? En de schilderij, daar stond X-I-V. Dat is misschien hoeveel letters... En dat staat 14. Voor 14. Zou dan de letters 14 plaatsen opschuiven? Dat zou kunnen. Of zijn het gewoon niet, is het dat gewoon niet de Larry die cijferding? XIV. Nee, XIV, dat cijferding. Oh, dat de getallen zijn. Ja. Maar je moet vier getallen invullen, toch? Maar dan X is 10, dan zou het kunnen zijn 10, 1, 5. Maar met dus vier cijfers. Ja, 10 is 1, 0. Oh, sorry. Dat zou het kunnen zijn. Dus 1015. Het is 10. Of het is losse nummers. 10, 1, 5. Would be 14 or was het 16? Nee. Dat is deze priester aan het. Mag ik naar de saloon gaan even ondervragen? Ja, alsjeblieft. Part evidence, de Roman New. Ja, die weten we toch al? Ja, dat weet ik maar. Misschien. Ja, maar dit is voor mensen die dat niet weten. Dat denk ik. Hetzelfde als de bankier, zeg maar. Kijk, al het, XII betekent Aten en Atu. 12. Ja, dit is gewoon Romeinse getallen lezen, dat weet ik wel. Oh! Ja. The numerals must be written together to read the number they represent. There is no zero. De bartender was ook voor. Mayor aan het dingetje. Maar hij is verloren van Natalie. Dus jij begrijpt wat ik bedoel. Een code voor de combination. Ik ga even kijken. Hoorden jullie wat ik zei? Ja. Mijn research zegt. Ja. Oké. Sorry, ik was de code. Ik dacht 10. 10 is natuurlijk al twee cijfers. Maar wat staat er? Ja, als ik het helemaal moet gaan voorlezen, dan ga ik het verkeerd voorlezen, dan ben ik zelf dubbel hoor. Oké. Okay. The only numbers written is... Dit is gewoon hoe Romeinse cijfers werken. Oké. Ja. Ik dacht, zeg maar 10. 10 is al twee cijfers, dus heb je 101. Dus 201. 5, maar je kan geen... Er bestaan geen nullen. Ja, je kan geen... Er bestaan geen nullen in... De Romeinse notatie. Nee, dus maar de combinatie, zeg maar. De combinatie 7 kan je ook geen 0 invullen. Nee, precies. Ja. Roman numerals, niet nodig. Ja, dus dat wisten we al, 14. Heeft die butcher nog iets te melden? Natalie, lend me a book. XIV waren de dingen toch? Ja. X is. Wat is X in Romeinse. Oh, dat hebben jullie al geprobeerd, 10. Ja. 10, 1, 5, 4. Nee, 10, 1, 5. Dus dat betekent 14. Deze vrouw vertelt ons niks nieuws.
denken zegt dat die woorden een code zijn. Ja, dat geloof ik wel. Die woorden. Oh ja, je kan bij 1 tot 9 kan je doen. Excellent. Artisk, Xavier. Ja. Dit is de titel van het schilderij. Wat is de titel van het schilderij? Veni, Vidi, Vici. Dus... Ja, dat Veni, Vidi, Vici is gewoon de uitspraak van Caesar. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Ik kan niet jouw dialoog binnen, dat is wel jammer. Nou, Kevin is er ook nog steeds. Ja, en deze zeggen inderdaad allemaal, misschien kan de banker je helpen met die Latijnse woorden. Moeten we niet erachter komen wat... Want die Veni, Vidi, Vici ding staat anders op het portret dan dat het in het boek staat. Dus moeten we er niet achter komen wat die woorden betekenen door naar de banker te gaan? En dat het in het Engels, dat die drie... woorden, zeg maar die drie kleine ik kwam, ja. Ik zag, ik overwon, dat correspondeert staat aan een getal, cijfer dingetje. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Ja, maar wat, hier zo bij de Meijer, het portret, dat heet ook Veni, Vidi, Vici of zo. Ja. Maar in de het boekje staat een langer, want het staat er twee keer of zoiets in de boek. Maar in, even kijken, ik heb mijn tekening al even. Ja, de Meijer's portrait captioned as Veni, Vidi, Vici at the bottom. Ja. Maar in de they are the same words found in a notebook, but in the different order. Perhaps it's related. Oh, dan is het. Ah, kijk, nu gaat er een belletje rinkelen. Hoeveel getallen moeten we hebben? Vier. Oh. Nou, helemaal niet. Ja, ik wou 6 getallen opschrijven. Vier getallen. Ja, want in het begin, in het notebook staat Veni, Vidi... Veni, Vici, Vidi. Ja, dat heb ik. We moeten 4 getallen hebben. Hier staat inderdaad op Veni, Vidi, Vici at the bottom. Same words found in the notebook in a different order. The connection between this and the code in the notebook. En dit is de code, en die weten we wel hoe dat werkt. Want die banker zegt ook, er klopt iets niet. En we moeten een 4-cijferige code invullen. Some kind of cipher. Ja, dat zou inderdaad een Caesarian cipher kunnen zijn, maar dan moeten we dat omdraaien. XIV means 10 and 4 is 14. Die XIV betekent 14. Nee.
V betekent niet 14. Nee, er staat hier... Wacht, ik pin hem wel even. Zie je wat ik heb gepind? XIV. Ja, XIV. Ja, ik dacht dat je zei DV. Nee, dat klopt. Nee, XIV. Betekent, ja, dat betekent 14. Dat klopt. Dus zouden die eerste cijfers dan niet 14 zijn? Welke eerste cijfers? Oh, je bedoelt dat 1, 4. En dan dat die andere 2 keer 3 woordencombinatie ook 2. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Even kijken, 2 tens en 7. Dus ja. Dan moeten we nog een Romeinse cijfer krijgen. We moeten een nummer invullen. We moeten 4 nummers invullen. Waar stond, waar werd gezegd dat het schilderij, hoe het schilderij heet? Veni. Kunt het schilderij, kun je examinen? Ja. Ja, maar dan komt bij mij. De portrait, are you interested? Oh, the combination is incorrect. Wat? Zou dat man... kunnen zijn, die woorden zijn allemaal met een V. Het is 6 keer 5, dus het is 14, 30. Maar er zit geen 0 in. Ja, er zit geen 0 in het ding. Okay. Maar het schilderij heette toch ook op een bepaalde manier? 14. Ja, maar er stond toch ook Fini Fidi Fici op het schilderij zelf? De naam van het schilderij is gewoon de originele spreuk. Dat is, Als ik 14 al intoets, dan zeggen dat de combination is incorrect. Maar de originele spreuk is Fidi Fidi Fici, toch? Ja, dat is wat op het schilderij staat. Is dus zo. Dyslexie, go. Fidi... Krijg je het ook dat als je die 14 intoet dat het fout is, Marjolein? Nee, heb ik niet gedaan. Dan kan ik rustig even kijken. Ik ga wat proberen. Oh, nieuw character, shit. Nee, dat is incorrect. Bij die eerste zeggen we... 14 was niet goed, hè? Probeer 16. 16. But XIV altogether would be... Yeah. If you are interested in learning, I have a book about... Ik zeg niet dat het fout is. Dus 1, 6. 1, 6. En daarna nog de andere. Nee. En dan zegt het investigeren. Als ik een 1 doe en dan een 6, dan zegt hij niet dat het fout is. What does XIV mean? Is er only 3 numbers? X is 10, 1 is 1 en 3 is 5. Het is 1, 6, 1. 1, 6, 1. 16, 14. Ja, dat heb ik net geprobeerd, dat was fout. 1, 6. 6. 1, 5? Waarom? Omdat hier staat die 1 streep is 1 en de V is 5. Nee, is fout. Misschien dat het 11 is? Maar we weten dat het 1, 6, 1 is. Zit daar een logica in hiermee? Dat het 1, 6, 1... Het zijn 6 woorden. Eén zin, 6 woorden. 1 schilderij, 3 woorden? Nee. Want volgens mij is het zo, 1 zin met 6 woorden. 1 dinges met 3 woorden. Nee. Notebook Fini
Wat was de dinges ook alweer? Van hoe het op het schilderij stond? Die zei Veni Vidi Vici, toch? Het schilderij is Veni Vidi Vici. Dan heb je de eerste zin in het boek als Veni Vici. De zeven is al open, dus jullie mogen nadenken. Wat? Ik heb hem geopend. 1-6. Oh. Wat er in de safe zit, dat is zo'n opal, zo'n fire opal. Wat was het dingetje dan? 1-6-1-9. 1-9? Ja. Maar kom. Ja, ik zat te denken, het zijn de plaatsen van waar de dingen op staan. De eerste plaats is Veni. Maar ja, dan kom je niet uit met Vidi. Maar ja. We kunnen wrap up voor de day, want we weten wat er in de kluis zat, namelijk een fire opal. Oh ja, en de priest zegt nu net, do you know the legend of the fire opal curse? Kijk, what's in the safe? A fire opal. Ja. Gaan we naar de volgende? Ik ga zo meteen wel even naar de priest toe om te vragen of... There was a fight at the saloon. Natalie is on the scene. Ik heb geredied. Ik ga wel even naar die priest toe, want die priest weet wat meer over die fire open. Dat is goed, dan ga ik naar de saloon. There has been a fight. Henry accused Lenny of cheating at cards. Ah, Lenny heeft vals gespeeld met kaarten en er is een accomplice. Oké. Okay. We moeten erachter komen wie hier zijn valsspeler is. Mm-hmm. De priest zegt: Our ancestors believe they proximity to these gems, which can be found underground, brought out the worst of their greed, rage and hatred. Hmm. Curse or no, these fire opals are tainted by death. They should be cast back where they belong, so those souls might be at peace again. En de priest zei ook dat de fire opals, de andere fire opals, onder de grond zitten, want voordat Brimstone hier was, was er een mijn en toen hebben ze in de mijn gegooid. De mijn laten collapsen en daarop is Brimstone gebouwd. Ah. Jeeps. Oké, dat weten we nu. Ah, die fancy man die hier staat, dat is de miner. Maar dan jaren later. The souls of those who left us are beginning to stir. Haven't you heard people talking about them? I've seen enough cursed towns in my time to recognize it. It's all the hating and dying what did it. I tried to warn you folks to cut it out. That's like the stage driver. Yeah. Wil deze gozer nog wat te vertellen? Yeah. Oh, die mannen die buiten aan het drinken zijn, op het plein, zeg maar, op Square, zijn workers van Lenny. En Henry en Lenny hebben samen die opals gemined. Okay. Gems gemined. Ja. Een verdachte man. Full House Lenny wordt hij genoemd.
Peter Lenny, dus hij zelf. Natalie. Worden niet heel veel wijzer hiervan, zo op het eerste oog. Lenny is een rijke man. Tobias. Daar was die mining man toch? Die foreman. Oh ja, de foreman. Ja. An old piano looked like it's seen some I don't understand. Inderdaad gezegd dat hij veel geluk heeft met de kaarten. Mm-hmm. En die Lenny heeft inderdaad een samenwerking. Is iemand al bij de butcher geweest toevallig? Ja. Nee, ik nog niet. Lenny, the railroad guy. Investigate. Kunnen we het proberen? Nee. Die Lenny is in elk geval binnengekomen op verzoek van de mayor ook. Die railroad man. Ja, het is niet Henry, want daar speelde hij tegen. Ja. Klopt. Heb je dat ook al gezegd? Die zaten ook aan de... Iemand zegt hier wie er aan de tafel zaten. Ja, dat heb ik opgeschreven. Oké. Dan is het toch gewoon uitsluiten. Ja, er staat hier... Natalie zegt wel dat Kevin... is degene die de kaarten gedeeld heeft in de laatste ronde. Dus die zou het kunnen zijn. Ja. Kevin is degene die de kaarten gedeeld heeft in de laatste ronde. Dat was de dealer, ja. Tobias was een oude vriend van Lenny.
En Mr. Brown zegt net dat hij al een keer gepakt is een paar towns verder. Dat hij ook gecheat heeft. En hij zegt ook, hij kan niet alleen zijn geweest. Ja, alleen, is Tobias is dood. Tobias is dood. Ja. Tobias is dood. Dus, oh, ja. Hij is iemand anders. Dat hij zich voordoet als iemand anders. De bartender zegt, if anyone could cheat at the poker table, I think it could be Kevin. Dat is de enige zin die hij zegt erover. Maar zat hij niet in het spel? Nee, dat is de dealer. Oh. Ja, en Lenny en ja. Tobias gingen vroeger speel, maar Lenny en Tobias speelden vroeger samen poker. Ja. Henry accused Lenny of cheating at the cards. The easiest way to cheat is as the dealer, heeft hij gelezen in een boek. Ja, dan gaan we gewoon Kevin zeggen, toch? Kevin. Kevin was de dealer. Ja, Kevin. Ja, dan gaan we daar gewoon voor. Corné, mee eens? Ja. Mee eens. Krijgen we een briefje? En nu gaat waarschijnlijk Lenny dood zijn. Nee, we moeten nog de... Oh, next de, day. De... Oh, sorry. Next day zijn. Ik heb de haan nog gemist. Tjing. Lenny was found dead. Ja. Kijk dan. Lenny is beschuldigd van cheaten en hij wordt daarna omgelegd. Zou dat Henry zijn geweest? Nou, waar is hij dood? Times Square. Ik ga wel even naar de Times Square toe. Hey, Siet! Siet is terug! Ah. Kim, wil jij eventjes hier in de mijn komen? Er zit hier een slot op een box. Ik kom. Siet is terug. Inside is an old journal. It's adorned with the old foreman Tobias family crest. Fire opal yield has been steady for over a year now. The mine isn't giving me what I need. I need this business to grow. I've got plenty of miners and not enough stones. I need to open up another front, working them harder, turn one resource into another. A miner told me today that they wouldn't dig their way into hell. They're getting superstitious. I can't replace the troublemakers. I'll spend every last one of them if I have to. And I think some of them are willing to spend each other. We're gonna be so rich. I'm gonna be so rich. I don't need anyone else. Dus basically, Tobias wil de mensen vermoorden. Dat staat er in de journal. Lenny, die wil land van de butcher afpakken om het spoorlijn op te bouwen. Ja, en Lenny die wilde al eerder in de week met het pistool op Henry schieten. Ja. Perhaps his attacker killed him in self-defense. Ziet, wat had je te zeggen? Waar had je die champagnefles gevonden? In de meer zachtjes.
Quarantine. Ja, want de bartender zegt dat hij die champagnefles gegeven heeft aan Natalie. Ja. Kijk of wat kan. Heb jij dat pistool ook op de crime scene weggehaald? Maar want hij is niet geschoten. Oké, ziet. Want het is niet het geweer van Lenny. Want ik heb toevallig mijn geweer tegen Lenny gebruikt. En toen zei Lenny van, hey, dit is maar gewoon standaard geweertje. Ik heb hier een custom six-shooter. Ja. Natalie zegt ook, Lenny usually carries a six-shooter. Ja, maar die is dus ja, en ziet. De kogels zitten er nog in. Ja, en er is ook. Hij was niet doodgeschoten. En er was ook geen bloed. Dus dit pistool is niet gebruikt. Time of death. En ziet zegt nu ook net. Dat toen hij vanochtend buiten de town de driver tegenkwam. Die heel langzaam ging. En hij vroeg of ziet een emmer met grease bij de blacksmith wilde halen. Ziet kwam rond noon, kwam hij bij de blacksmith. En de blacksmith duurde heel lang om de deur te antwoorden. Ja, en Natalie zegt hier dat zij champagne had gekregen van de bartender. En dat zij die fles heeft geopend samen met Lenny. En dat ze hem toen ook de fire opal heeft laten zien. Okay. Dus Lenny wist van die fire opal. Mm-hmm. Lenny heeft een custom six shooter en niet een common six shooter. Dus waarschijnlijk is hij met zijn eigen geweer doodgemaakt. Marjolein, ik weet niet of jij aan het praten bent, maar heb jij al... Hij heeft... Marjolein is even... Oh, sorry. Hij heeft bruises on his forehead and strangulation marks on the neck. This was the cause of death. Bruise marks on his forehead. Ja. En strangulations on his neck. Dus hij is gewurgd. Als ik vraag naar de stage driver, heeft de blacksmith niks te zeggen. Maar ook letterlijk niks. En Natalie had vanmorgen een afspraak met de blacksmith. Maar dat was ze vergeten. Zij moest hem betalen. En zij heeft tegen de blacksmith gezegd dat hij om 11 uur hier moest zijn. En de butcher, die heeft dan het land en die ging onderweg naar de... Die had eerst een slachting van een koe. En I like to do the hard jobs in the morning. I went to the major office to look at Natalie. I wanted to ask her to lend me the second book of Little Women. So I went there, it was around lunchtime. Because I knew I could always find her there that hour. Ja, en May vertelt mij dat ze om 9:30 hier aanwezig was bij het kantoor. En Miss Natalie was er niet. En Mr. Lenny, die kwam binnen toen zij ging vertrekken. Ja, en hij is tussen 11 en 12 omgelegd. When I left, it must have been 10:30. Ja, het kan niet de blacksmith zijn of Ziet, want die waren rond noon, dus tussen, ja, die hebben een alibi. Die zijn elkaars alibi. After lunchtime. Zij is hier aangekomen after lunchtime. Kijken met wie we nog kunnen praten hier. Ziet is hier weer. I arrived at the blacksmith about noon. Ik schrijf al die tijden even op die mensen dat zeggen.
After a few minutes, he came to the door. He looked distracted and pale. The blacksmith. De blacksmith is ook de man die de schuld geërfd heeft van zijn vader. Ja. En hij zegt ook, I don't respect gamblers, winners or losers. Maybe it makes it hard to make friends in this town. Butcher zegt ook, I went to buy at the mayor's office when I arrived, however the door was closed. I knocked for a good minute or so, but no one answered the door, so I came back. Want Lenny was bij in de mayor's office vermoord, toch? Ja. En hij was rond noon vermoord. Ja. De butcher was rond noon bij de... Ah! De ding is. When I arrived, however, the door was closed. I knocked for a good minute or so, but no one answered, so I came back. Maar ze heeft niet echt een motief voor... Zou het motief kunnen zijn dat die blacksmith boos is dat dit gebeurt, omdat zo zijn vader ten onder is gegaan, omdat hij ook slachtoffer was van iemand die vals speelde en daardoor een schuld had? Dat zou kunnen. Misschien wel van dezelfde man. Ja, precies. Dus dat de blacksmith dan de dader is. Ja. Ik ga even met hem praten. Ik vind het wel plausibel. Hij wil niet met me praten. Moet ik weer bellen? Hij begint heel... melancholisch. Ja. Hij is helemaal verdrietig en down. Weaknesses heeft hij het over, ja. I've been struggling to keep up business for a while. Ja. Yeah. En hij is ook bang dat hij is werk kwijt is. Lots of gambling, I stay out of it. Don't want to end up like my dad. Ja. Yeah. Die hebben allemaal iets te melden, daar heeft hij niks over te melden. Mijn vader died, die grote schulden, ja. Ik ben van de tables, ja. Yeah. I'm not fond of cheats and gamblers. Mm. Ja, ik... Dat is wel een motief. Ja. Yeah, dat is wel een motief, ik, ja. Ik sluit me wel daarbij aan, denk ik. Ik ook. Dus dan zeggen we... Het is, weet de Pipo, Blacksmith. Gaan we daarvoor? Weet de Pipo. Ja, ik vind het goed. Oké. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Nou, dit is sowieso goed, want we hadden die kluis geopend. Ik vind het best wel freak eigenlijk, als ze allemaal geen ogen hebben. Behalve wij. Behalve wij, ja. Nou, die steen is goed. Who was the accomplice? Oh? Ja, hier staat iemand anders. Hmm. Ja, dus dat was niet juist. Die is fout. Wie had dat dan kunnen zijn? Iemand die niet aan de tafel zat. Misschien wel Nathalie zelf. Ja.
En dat Nathalie dan ook de moordenaar is geweest misschien wel. Zij was bij hem toen hij champagne dronk en die fles was kapot. Ah. Ah, maar de blacksmith is toch... Ja. Ja, hij was inderdaad de oplichter van zijn vader. De theorie van Marjolein was correct. Lekker! Lekker hoor. Dan zou ik toch willen weten wie die complice van Lenny was. Dan gaan we eventjes vragen aan het systeem. Dan gaan we zeggen, what happened? Kabird. What happened? Daar gaan we. Dus die eerste die kan ik doorklikken, want die wisten we zeker met die opal. Met die opal. De fire opals. For years. Ja, ja, ja. Dat wisten we al. Die fire opals, die hebben we goed. Dan Nathalie. After winning the election, I was clearing out some of Wyatt's old things in the office. Oh ja, dit is hoe we aan die code zijn gekomen. Ja. Inside the safe was a fire opal. Ja. Time's been stranger than usual. Ja, ja. Is the outer mind. We were just playing a friendly game. Nothing crazy. Lenny goes all in. There's no way he wasn't cheating. Maar er staat hier nog niet wie dat dan is geweest. De bartender gaat iets vertellen. Lenny and his construction workers have brought a lot of trade to my saloon. Ah, de bartender is het. We soon became good friends. So when he asked me, yeah. De barman is de oplichter. Ja, en de rest, dan ga ik hem skippen. De rest wisten we. De barman is de oplichter. En daarmee hebben we wel de zaak opgelost. Opgerold, zou ik zeggen. Opgerold. Ja. Opgerold. Ja. En dat was dan ook de laatste zaak. Kijk, ik ga even terug naar het hoofdmenu, dames en heren. Want we hebben nu nog twee knopjes staan. En de knopjes die we hebben, dat is de credits en get in touch. Dus we hebben daarmee de curse afgerond. En daarmee de game uitgespeeld. Ja. Yes. Even de aftiteling doen voor de dus Nederlanders. Dus wellicht, ik heb de aftiteling nog niet. Dus alleen dit. Oké. Okay. Creators, zitten de Nederlanders nog in? Deaf Girl Gaming. Laten we onpraktisch. Oh. Nou, voor deze game is het niet heel relevant. Kickstarter backers, er zitten vaak Nederlanders in. Het antwoord is... Philip Boesekke. Boesekke. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Nee, nee, nee. Lekker hoor. Maar we gaan hier wel afronden. En dat betekent dat wij dan, mochten er nog updates komen in de game, dat weet je maar nooit. Dan gaan we dat natuurlijk gewoon weer spelen. Ja, zeker. Gezellig, gezellig. Dus, wij bedanken jullie voor het meebeleven van het avontuur. En wij zien jullie graag een volgende keer. Joejoe. Joejoe. En bedankt. Doei.